weer zijn bij deze nieuwe video. Woo! Ja! En ik ga even de microfoon wat dichterbij zetten, want ik zie dat die erg ver weg staat. Ik moet natuurlijk wel goed te horen zijn. Want dit is wel een superleuke video, want de winnaar van de giveaway wordt bekendgemaakt. Aan het einde van de video. Oh, wat ben ik weer grappig. Nee, ik ga eerst even een leuk Funko laten zien voordat ik de winnaar bekend maak. Want, ja, anders wordt het wel een hele korte video, hè. Ik ga wel vertellen, jullie zijn met z'n 14e. 14 mensen die meedoen. Dat zijn er een hoop. Ik heb al jullie namen ingevuld op... Even kijken hoor. Hier, het is misschien niet goed te zien, maar via zo'n ratje. Ik dacht, ik probeer wat anders dan een random nummertje. Want dat... Ja, hè. Ik ben een beetje snotterig, want het is nog ochtend. Ik ben... Oké, ik ben misschien al 2 uur wakker, maar mijn neus heeft dan nog geen zin. Maar ja. Voordat ik begin met de giveaway winnaar of überhaupt met de Funko Pop, heb ik jullie mening even nodig. Ik probeer nu even een soort van logo profielfoto te maken voor mijn account op YouTube. Instagram 1, Instagram 2 en 3. Nou ja, 3 niet helemaal. Zoals jullie weten, ik heb een Pokémon Instagram en een Funko Instagram of course. En natuurlijk dit YouTube kanaal. Maar ik heb nou nog niet echt een leuk plaatje. Dus die ben ik nu zelf aan het ontwerpen. En ik heb tot nu toe dit. Waarom ze uitgeknipt is, ik had het verpest. Ik had zeg maar, ik moet dit zelf voorstellen. Ik ben niet zo goed in krullend haar en ik moet hem nog even net uitwerken. Want ik ben het er nog niet helemaal mee eens. Maar ik had dus op een wit papiertje en dus het logo van Instagram getekend. En toen al mijn Instagram namen. En ik weet niet of het een beetje te zien is. Maar hier zit een klein beetje blauw. Ik schreef verkeerd. En dus ik heb er even uitgeknipt en ik ga er even mooi maken. En mijn beste vriendin wil hem voor me digitaliseren. Dus het komt allemaal helemaal goed. Maar is het een leuk idee dit? It's me! Ik heb in het echt veel langer haar. Dat is één ding dat ik moet aanpassen. En ik heb hier een ronde bril getekend. Want ik vind brillen tekenen echt super moeilijk en lastig. En het ziet er nooit zo leuk uit. Dus ik dacht, ik doe een subtiel brilletje. Laat alsjeblieft weten of jullie het er leuk uit vinden zien. Maar ik, oh, uiteindelijk ga ik je hierop plakken, denk ik. Zo. En is de bedoeling dat dit allemaal duidelijk in beeld is. En dan ook mijn YouTube kanaal een beetje professionaliseren. Something like that. Oké, de Funko. Het is echt een superleuk Funko overkant. Het is een Funko Pop Town. Yes. Ik heb er al een paar. Kijk hoor. Ik heb Molly with Burrow. En ik heb het huisje van Hagrid met die hond. En nu hebben we Jack Skeleton with his house. Oh my god. I'm so happy. He's so awesome. It's so big. En op de achterkant hebben we... Ik ga het even voor me houden. Veel makkelijker. We hebben Vampire Jack, The Witch, Mummy Boy en Underseagull. En ik heb de Vampire Jack en nu ook deze. En ik heb mijn nieuwe bureau. Ik ga binnenkort een roomtour doen, want ik moet nog even alles neerzetten zoals ik wil. Het staat nu wel, maar niet helemaal wel. Dus dat komt eraan. Maar wil ik dus ook mijn bureau kan laten zien, want hij is een stuk dieper. En ik heb een monitor en ik ga sparen voor een desktop. Waardoor ik nog professioneler dingen kan doen. En misschien ook wel gamevideo's kan maken. Laat het hieronder weten of het leuk lijkt. Mij te zien gamen. Ha. I cannot promise anything, right? Oeh. Oh. Hij zit op een stapel boekjes. Echt super cute. En wacht. Hij heeft een soort van ding. Is dat nou een tekening? Himself, it's so cute. Ja, het licht werkt niet helemaal mee vandaag. Want ik dacht, ik doe het lekker vroeg in de ochtend. Mijn gordijnen staan open, maar er is te weinig licht. Want het is rot weer buiten. Dus ik heb mijn licht aangezet. Alleen ja, als je dan een Funko laat zien die wit is, gaat niet altijd goed. Maar dit is Jack. En hij, zijn hoofd geeft lekker veel licht. En hij is super cute. En hij is super happy. En dat huis. Oh my god. Joep. Oh my god. En het lijkt echt gewoon alsof hij handgeschilderd is. Volgens mij is dat ook gewoon zo. Want dit kan je nooit met een machine doen, lijkt mij. Wat ik ook een leuk detail vind is, je hebt hier 2 pompoentjes. En op de deur hangt dat oog. Echt zo leuk. Het is wel het kleinste huis wat ik tot nu toe heb.
Want de borough is gewoon huge. En dat huis van Hagrid moest ook wel wat groter zijn. Omdat dat anders niet in verhouding is. Maar it's adorable and I love it. Oh my god. En we gaan de waarde alvast opzoeken voordat ik de winnaar bekend maak. Ik ben wel echt heel enthousiast trouwens over mijn nieuwe bureau. Het is echt gewoon een gaming bureau, lijkt dit wel op. Want ik heb mijn plank hangen en daaronder is een bureau en daar staan nog Funko's. En daaronder heb ik allemaal vakjes en één vak voor de monitor. En aan die kant heb ik laadjes en aan die kant een kastje waar de desktop in komt als ik hem uiteindelijk heb. Even zien hoor. Ja, gaan we dat nog doen? Dank je. Hij is 22 euro waard. Dat is op zich wel oké. En ik ben aan het sparen voor een nieuwe telefoon. Zodat ik beter de foto's kan maken. En eventueel qua Pokémon video's. Dat ik beter zeg maar dat ze ook al filmt dat het mooier is. Want het is af en toe echt bagger qua beeld. Ik zit nu op 314 pops. En dat is best wel veel. Maar dat maakt me niet uit. Het was nog steeds. En in de toekomst komt dat ook allemaal goed. Uiteindelijk. Nou, het moment waar jullie allemaal op zaten te wachten. De winnaar van de Rick and Morty Pops. Ik heb ze alvast. Hier is natuurlijk het kleine Pokémon pakketje. Helemaal niks ingepakt hierin. In twee bubbeltjes plasticjes. En dan gaat hij zo dicht. Zo. Er kan niks mee gebeuren. En dan komt hij veilig naar je toe. Ik breng hem waarschijnlijk morgen pas op de post. Want ik moet vanmiddag nog werken. En ik denk niet dat ik het allemaal ga redden als ik ook nog deze video ga editen en alles. Dus alvast voor de winnaar. Ik stuur hem morgen op. Met een track and trace natuurlijk. Ja. Nog even 14 mensen. Even deurtje dicht. 14 mensen doen mee. Het zijn er echt veel. En de laatste persoon deed gisteravond nog even snel mee. Dus je doet gewoon mee. Hoe tof is dat? Nou, hier komt het. Even kijken hoor. Als ik hem nou zo doe, hè, dan zie ik ook niet wie er wint. Oh, spannend jongens. Wie is het? Wie is het? Ja! Shedderas heeft gewonnen. Degene die altijd extreem veel reacties zet onder mijn video's. Gefeliciteerd! Voor iedereen die het niet goed kan zien. Het staat er echt daar zo. Shedderas heeft gewonnen. Congratulations. Mocht je nou Instagram hebben. Probeer me een DM te sturen via Loortassie. Of een van de andere twee. Mag allemaal. En dan kunnen we bespreken waar ik het naartoe moet sturen. Mocht je nou geen Instagram hebben. Laat het even hieronder weten. Dan moeten we een andere manier vinden. Om contact op te zoeken. Maar dat komt helemaal goed. Want hij zei voor jou. Woehoe. Voor degene die hebben verloren. Helaas. Maar er komen vast wel giveaways in de toekomst. Want dit is ondertussen mijn derde of vierde al. Wow. Maar voor de Pokémon fan onder ons. Ik heb nu ook een giveaway op mijn Pokémon Instagram lopen. Die daar te zien is. Jullie kunnen nog meedoen want hij duurt tot mijn verjaardag. Ja, ik ben deze maand jarig. Het is weer zover. 29 maart. Tot en met 28 maart kunnen jullie meedoen. 29ste maak ik de winnaar bekend. Op mijn verjaardag. Yay. En ja, misschien hebben de rest misschien dan weer wat luk, geluk. Zo, enthousiasme dat was. Ja. Bedankt voor het kijken voor deze video. En ik hoop dat jullie hem weer leuk vonden. En tot de giveaway ook weer een succes is geweest. En tot ik misschien meer van jullie in de giveaway zie op mijn Pokémon Instagram. Zou wel leuk zijn. En dan zie ik jullie de volgende keer weer. En dan zeg ik bye.